Goedenavond. Het is woensdag 16 november 2022. Namens de commandant de zeestrijdkrachten en de commandant van het Korps Mariniers, welkom hier in Nieuwe Luxor. Welkom bij het korpsconcert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Het gaat een fantastische avond worden. Een avond waarmee de kapel u meeneemt langs enkele bijzondere plaatsen. Een avond waarbij wordt teruggekeken op een jaar van wereldwijde marine-inzet. En een avond waarbij de kapel twee topsolisten ontvangt. En dat alles afgezet tegen het unieke ingrediënt die korpsconcerten maken tot wat ze zijn, spetterende optredens van de tamboers en pijpers. Dames en heren, de kapel heeft er ongelooflijk veel zin in. De tamboers en pijpers steken in bloedvorm vanavond. We hebben een gastdirigent, een grandioze gastdirigent, die al staat te trappelen in de coulissen. En u vormt met elkaar, bij elkaar, een grandioos publiek van gelijkgestemde zielen. Laten we dus snel beginnen. Dames en heren, uw gastdirigent voor vanavond, luitenant-kolonel der Mariniers Buitendienst, Pieter Jansen. Thank you.
Korps mariniers opererend op de grens van lucht, land en water. En dat eerste element werd zojuist prachtig vertolkt door de kapel. Zo William Walton's meest aeronautische muziekstuk ooit geschreven, de Spitfire Prelude. Zo wijd de wereld strekt, strekt tot aan Nieuw-Guinea. Nieuw-Guinea, een wapenfeit in ons korpsvaandel. Er zijn nog enkele namen van gebouwen op marinierskazernes die je herinneren aan die periode 1950, 1962, dat Nieuw-Guinea het inzetgebied van het korps vormde. Biak, vak, vak. Maar wie kent nog de namen van de 126 Nederlandse militairen die niet meer terugkwamen uit Nieuw-Guinea? En wie kent nog de verhalen van de honderden en honderden mariniers die jaar in, jaar uit, van 1950 tot 1962 hun beste jaren gegeven hebben voor Nieuw-Guinea? Die verhalen moeten blijven worden doorverteld. Dus kom vanavond met verhalen hier in Nieuwe Luxor in aanwezigheid van de delegatie Nieuw-Guinea-gangers. Luister naar het verhaal van Nieuw-Guinea. Luister naar het verhaal van 12 jaar mariniersinzet in Nieuw-Guinea. Luister naar hun verhaal. Thank you.
Blazers vormen een onlosmakelijk onderdeel van ieder harmonieorkest. En je mag gerust weten dat de blazers van de Marinierskapel nationaal en internationaal faam genieten. Zo goed zijn ze. Maar wat nou als we een van de beste trompetisten van dit moment aan die blazers toevoegen? Zou dan de uitkomst meer zijn dan de afzonderlijke som der delen? We hebben een top trompetist in ons midden vanavond. Een gelauwerde trompetist die zijn sporen verdiend heeft. Hij werkte samen met het wereldorkest. Hij werkte samen met fameuze ensembles. Hij werkte samen met grote solisten. En vanavond treedt hij hier voor u op, samen met de Marinierskapel, de Koninklijke Marine. Dames en heren, graag uw gewaardeerde aandacht voor Erik Vloeimans. Thank you.
Goedenavond allemaal. Zo ongelooflijk leuk om in Rotterdam te zijn. En ik heb heel vaak met... Ik heb heel vaak met deze prachtige kapel mogen spelen. Onder andere in een theatertour en een heel het Noordse Jazz Festival stonden. En ik vind het altijd magisch om met deze band te spelen. Want muziek is namelijk de taal van het hart. En dat doen we dus vanavond voor u. Ik hoop dat dat een mooie boodschap is. Volgende stuk is van een heel andere orde. Ik ben zeer begaan met de natuur, zoals wellicht velen van u. En ja, ik betreur het gewoon dat er zoveel bomen gekapt worden in de wereld. En ik denk, wat kun je dan eigenlijk doen? Nou, zelf een boom planten. Dus een van de oudste bomen op aarde is de berkenboom. En ik heb een boompje geplant. En het is een meisje. En ze, ja, echt waar. Soms dan weet je gewoon dingen. En ze heet Odilia. Wat is nou het mooie? Ik heb dit stuk zo betiteld en met dit gevoel helemaal geschreven. De legerleiding die wist het helemaal niet van die boom. En die heeft besloten om dit stuk op te dragen. Om mensen te eren die veel gedaan hebben. Die een bijzondere positie dit jaar hebben ingenomen. Daar ziet u ook foto's van. Dus Odilia is dus ter ere van wat u allemaal op het scherm zo gaat zien. Odilia. Thank you.
Zo wijd de wereld strekt. Strekt tot aan Schotland. Strekt tot aan Noorwegen. In 1972, of na de terugkomst van de Korps Mariniers in 1962 uit Nieuw-Guinea, braken er 10 magere jaren aan. Geen NAVO-taak, dus geen budget, geen materieel, geen spullen. Maar zoals vaker in de korpsgeschiedenis stonden er op het juiste moment visionairs op. Wat als we onze blik nou eens verleggen van de oost naar het noorden? Naar Noorwegen. Naar Noord-Noorwegen. Want daar hebben de Britse mariniers net een NAVO-taak gekregen voor de verdediging van de Noordflank. Als we nou eens in dat kader een compagnie Nederlandse mariniers aan de Brits bataljon toevoegen. Whiskycompagnie. Nu is het één ding om met een visionair plan te komen. Een ander ding is om succesvol uit te voeren. Maar het korps bracht de beste mensen bij elkaar en stuurde ze in november 1972 richting Condor Camp in Schotland, de thuisbasis van 4-5 Commando. Met afgedankte uitrusting van de landmacht, een hoop brandy, maar wel een ijzeren conditie. Het was nogal een vermetel plan. Bergtroepen uit de Nederlandse polder, koudweereenheid, skis getraind. In 1972 konden er maar weinig Nederlanders skiën. Waar ze gingen. En het kleine wonder geschiedde. Ondanks dat er ontzettend is afgezien daar in de eerste periode, bleek de whiskycompagnie een blijvertje. Ze werd er met het jaar beter, verwierven zich respect en aanzien, zelfs van Britten. Mochten door de lanyard dragen, het onderscheidingsteken van 4-5 Commando, groeide zelfs uit tot de paracompagnie van 4-5. Maar nog belangrijker, het werd een vliegwiel. Een vliegwiel voor bergtraining en koudweertraining. Eerst binnen het korps. Van compagnie naar bataljon. Van bataljon
naar groep operationele eenheden. En laatstelijk van groep operationele eenheden naar de hele krijgsmacht. Dames en heren, we gaan terug naar het begin van de whiskycompie. We gaan terug naar 1972. Thank you.
Zo wijd de wereld strekt. Strekt tot aan Curaçao. Het zou u niet verbazen als ik u zeg dat Curaçao en het Caribisch gedeelte van het Nederlands Koninkrijk een warme plek inneemt in menig marine en mariniershart. We waren ook ontzettend blij dat afgelopen jaar tijdens de Sail Curaçao we aanwezig konden zijn met zo'n grote defensiepresentie daar. Om daar weer naartoe te kunnen en naar buiten te gaan. En in het kielzog is de kapel meegegaan. Dus muziek meegebracht uit Nederland naar Curaçao. Vanavond gebeurt het omgekeerde. En van de prachtige eilandskinderen is deze kant uitgekomen om haar muziek naar u te brengen vanavond. Het is een multitalent. Ze koppelt groot maatschappelijk engagement aan een groot vocaal talent. En als ze zingt, verspreidt ze iets van de warmte en van het licht van Curaçao. Dames en heren, graag uw gewaardeerde aandacht voor Tamara Nivilak. Pa dedicar un día bonita y en de color fue una cumalanta un pajarito a cantar en la bimbisa mi cuawe es un día de mi vida sin alegría pao de mi culpa de mundo mi aquí da un canción, chis un canción, y me da contento, y me mi corazón.
Dios, dona mi fuerza para mi vida. Dios, dona mi fuerza para mi trabajando duro, mi por logra hopi, ayudando mi país a progresar. Dios, laga mi vida en te, pendiente. Si mi sabor quiero unificar, mi tengo tra, mi tengo da, mi tengo stop de envidia. Si no mañana, danos turta más para mi tengo planta, sembra dos mi vez, resolver problema. Para mi nivel de vida, ni por despedir, Dios, un amor. Vive mi idioma, mas mio, mi tengo tra, mi tengo va, mi tengo si a cooperar, si no mañana, da nos turta más para. Dankjewel. Goedenavond. The falling leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, your sunburned hands. I used to know since you went away. Days grew cold, and soon I'll hear, oh, winter song, and I miss you most of all, my.
Cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que espuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar. Te busco volando en el cielo, el ruido de la gente
busco perdida entre sueños. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
kimbamba, kimbara kimbara kumba kimbamba. Si quiere gozar, si quiere bailar, kumbara kimbara kumba kimbamba. Lo baila Teresa, también Joselito, kimbara kimbara kumba kimbajino. Que chi, que cha, que chu, que chumba, kimbara kimbara kumba kumba rumba. Dames en heren, Tamara Nivilak. Erik Vloeimans. De tamboers en pijpers van het Corps Mariniers onder leiding van sergeant-majoor van de Mariniers Algemeen, Milko Straatman. De Marinierskapel van de Koninklijke Marine onder leiding van Pieter Jansen.
Dames en heren, het Korpsconcert 2022.